Nou, een enorm vuurwerk. Ja, maar goed. Ik ga een hapje eten. Een hele goede morgen met welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Isaac en ja, wat leuk dat je kijkt. Het is vandaag vrijdag en ja. Dus vandaag ga ik even, we moeten wakker worden, even eten zometeen. De boel aanzetten. Dat soort dingen. En de rest zien we wat we gaan doen vandaag. En dan zou ik zeggen tegen helemaal. Sorry, ik krijg het donker. Dan zeg ik tegen helemaal een hele goede morgen. Maak er een leuke dag van helemaal. Zo. Nou een beetje wakker eindelijk eens een keer. Zit even lekker twee te kijken. Dat soort dingen. Ik ben nu op de uitdaging van maandag. Dus ik heb geen tijd meer om hem te laden. Dus ik kan je dat doe ik nu eventjes. Maar ik heb wel tijd voor, maar nu even niet. Dus ik bedoel, gisteren kreeg ik tijd voor, maar nu even wel. Nu heb ik wel tijd, want ik ging gisteren al in mijn bed toen ik klaar ben om het met monteren. Dus ja. Toen ik altijd begon met monteren, dat wel, maar toch wel niet meer gedaan tussendoor af en toe. Voor mij is het morgen oudjaarsavond of oudjaarsdag. Hoe zou je het noemen? En ja, ik wil ze nu. Mocht natuurlijk wel een livestream morgen. Dat lang wanneer jullie aan geweest is. Dat lang wanneer jullie op mijn kanaal nog een keer. Die kunnen naar kan terugkijken. Dus ja. Dat is. Morgen ben ik het veel druk. En dan zie ik het wel. Wat ik vandaag ga doen, eigenlijk geen plan meer verder. Even muziek luisteren of zo, of wat anders doen. En ja. Voor dan zie ik het wel. Ik, ja. Ik vind het gek om gewoon in het nieuwe jaar gewoon te blijven volgen voor jullie. Terwijl dat vorig jaar niet was. Terwijl vorig jaar daarop, wist ik nog niet eens dat ik een kanaal ging beginnen. Dus, dat ik natuurlijk kan plannen natuurlijk ermee, maar nu is het echt uitgekomen met mijn plan en het is leuk om dit te blijven doen en om dit te doen en te blijven doen, dus ja. Ja, ik weet niet hoeveel abonnees ik heb, als ik het wel leuk vind om te doen, dat gaat het ook om, vind ik. En dat vind ik ook zeker leuk om te doen, dus dan ga ik even de tv kijken. En eigenlijk wil ik niet te veel meer doen. Vandaag. Dus een rustige dagje thuis. Het is niet mistig buiten. Flink mistig. Ik weet niet of ik het een beetje kan zien. Ja, denk je wel kan zien. Best wel mistig buiten. Oh, ik heb een lekker koffie gemaakt voor mezelf. Die ga ik even pakken. En dat soort dingen. Kijk of ik me wakker kan worden nu. Dat vast wel. Ik ga gewoon even wakker zo meteen. Dus. Moet ik echt gedaan hebben, video. Dus, even kijken het lijstje om wat ik allemaal moet doen. Kopjes nog. Voor de kerst. Vakantie. En is de 9e, de kerstvakantie is voorbij. 9 januari. Ga ik ook weer naar school. Dus gaan de school ook weer open en dat soort dingen. En dan gaan we weer beginnen. Dus leidt toe dat ik weer kan beginnen aan de school, echt waar. Want ja, ik vond het wel leuk, maar
Ja, lelijke thuis. Het is geen zomervakantie, jammer genoeg. Dus. Maar ik ga voor de tv kijken en dan kijken jullie straks ergens weer. Ik heb even die N-kaart die ik heb gemaakt, maar ja, ik hoop dat het niet mooier is voor mij, want ik was van dingen vergeten. Social media kanalen hoeft het natuurlijk niet, maar ik kom toch een social media kanalen toch erop even staan op de N-kaart. Altijd handig. En ja, ik hoop dat het met je past, weg de nieuwe annotaties. Ik hoop dat het met je past. Denk het wel. Maar dan is het tijd voor koffie, even koffie maken voor mezelf. En dan even dingen op tv kijken of zo. Dus voor de rest, zien we wat ik ga doen vandaag. En vooral de nieuwe N-kaart gemaakt. Ik kan denk ik dat het beter is dan de vorige. Dus ja. Even koffie maken en dan trek ik jullie zo meteen weer. Zo, bedankt. Ik kom tegen naar hu. Ik kom thee. Maar eerst ik zal er een tik koffie maken. Ja, weet ik. Maar ik had zin in een kopje thee. Een kijkje dat gemaakt. En ja, ik had dat zin in gewoon een keer. Dus vandaar een kijkje laten. Dus ik ga zo lekker ten heerlijke tv kijken. En ik ben niet tenminste tevreden over mijn nieuwe endcards. Ik was altijd heel tevreden, maar ik mis nog wel wat dingen zoals social media. Miste ik erop. Dus ja, vandaar dat ik het veranderd even heb. Dus vandaar dat ik het even heb veranderd. Door op de endcard. Dus de komende die past met de nieuwe annotaties. Ik denk het wel. Moet lukken. Dus zo groot is het. Ik groot te maken, maar dat doe ik niet. In ieder geval te passen, denk ik. Dan ga ik ze nog weer veranderen, maar goed. Dat kan je moeite dan. Dus zullen we het vanavond zien, het monteren en uploaden van deze vlog. Dus ja, morgen heb ik oudjaarsavond. En ja, dan denk ik dat de vlog lekker wat langer gaat duren dan normaal. Dus ja, ik ben benieuwd hoe jullie dat vinden. Dus ik weet niet hoe lang. En wel dat die langer wordt, dat wel, maar ik weet niet hoe lang. Dus ik zie het verder wel hoe lang het gaat worden op die video. In die vlog van morgen. Misschien normaal, misschien niet. We zullen het zien morgen. Zo, moet je horen, vuurwerk. Ja, maar goed. Ik ga een hapje eten. En ik zal even dicht staan. Ik ga een hapje eten en ik zie eigenlijk al wat ik ga eten. En zie het, ik weet eigenlijk nooit wat ik eet. En ja. Dus voor de rest zie ik het wel. En morgen weet ik nog niet wat ik ga doen met eten, of mee eten, of wat ik anders ga doen. Over nadenken. Goed, ik heb de tijd nou over na te denken, gelukkig. Dus ja. Ik ga even een hapje eten en zometeen tik ik jullie na het eten weer. Zo. Lekker gegeten. Zin een bakje koffie nemen. Laat het gevuld, maar al niet vol. Maar goed, nu toch wel een bakje waarschijnlijk. Maar goed, anders. Morgen moet ik later op blijven. Is ook wel leuk hoor, daar niet van. Dus ja, want ik kom vandaag al eerder zei. Dus ja, zie ik zo meteen weer. Ligt je aan. Ik wil een koffietje laten maken, ja, dat ik er mee gemaakt. Ja, maar deze sluit ik ook gelijk de vlog af. En vind je vlog wel leuk? Doe een duimpje omhoog, vergeet niet rond te abonneren als je nieuw bent.
ook leuk vinden en dat ook wel leuk vinden als je op de naast de abonneerknop een belletje drukt, krijg je altijd op de hoogte van nieuwe video's of vlogs. Wanneer die op online komen, komt die in je notificaties. Zie je morgenavond een nieuwe vlog om 8 uur. Dat zeg ik tegen jullie allemaal. Later mensen. Doei!